Onlangs heeft Jeppe een moeilijke beslissing genomen: zijn winkel in Hartje-Hengelo moet sluiten, omdat hij het niet genoeg van de grond kreeg. Dat raakte hem vanzelfsprekend behoorlijk, en die beslissing heeft voor veel stress gezorgd. Een paar dagen geleden liet hij weten op zoek te zijn naar een vaste baan in de omgeving. Voor veel mensen kwam dat als een verrassing, want zijn vrouw Jantine woont natuurlijk in Nijmegen. Inmiddels is duidelijk wat de reden is dat Jeppe liever in de buurt blijft. Eind 2019 kreeg zijn vader te horen dat hij nierkanker heeft, en Jeppe besloot daarop direct terug te keren naar Twente. Nadat de ziekte een periode stabiel was, is er nu een fase aangebroken afwachten. Voor Jeppe is zijn familie van onschatbare waarde. In een emotioneel bericht op Instagram benadrukt hij dat. Hij deelt een foto waarop zijn zwager, zus, vader en moeder te zien. Familie is alles. Het leven gaat niet altijd zoals je het graag wilt. Hoop houden bij het horen van slecht nieuws is moeilijk, maar toch blijf ik daarvoor gaan. Vandaag was lastig, maar misschien is morgen weer beter roodhart, al dus Jeppe. Onder het bericht verschijnen een hoop bezorgde reacties. Iemand vraagt hem of hij nog samen is met Jantine. Daarop reageert Jeppe duidelijk voor altijd.